harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Rini, we hebben vandaag weer leuke gasten. Zeker, en de vaste ingrediënten, waaronder het bloemetje van de week, de straatpraat. We praten met Alexander Akkersdijk over een nieuw programma op Stadse Tiel. En hier twee gasten aan tafel, Vic Letomina en... Janus van Binsbergen. En Janus Hij zegt van het zelf Binsbergen al. Van ROS Rockin' Old School. Een heel bijzonder project wat binnenkort van start gaat. Vic, kun jij er iets over vertellen waar dit vandaan komt? Dit komt vanuit Mozaïek Welzijnsdiensten waar ik werk. Wat ik altijd doe met collega's, dat je praat over allerlei bewegingen in de samenleving. Want wij werken natuurlijk in de samenleving. Allerlei veranderingen, je kijkt naar vernieuwingen of vernieuwingsmogelijkheden. En ik zat een tijdje met mijn directeur over van alles nog wat te praten. En toen kwam er uiteindelijk op... Het idee om gericht op ouderen toch iets vernieuwends te doen. Ouderen en muziek. Ja, ja. Maar dat is toch op de EO was het, meen ik, de Golden Oldies. Ja, ja, ja. Maar dat heb ik op een gegeven moment later gezien. Maar ik was al met mijn directeur. Je was er al mee bezig? Ja, ja, ja. Oké, okay, ja. Dus zij hebben het voor jou gepikt, zeg. Nee, we waren alleen maar met qua gedachtenwisseling ja, met elkaar okay, bezig. Okay, ja, oké, okay, oké. En toen? En nou, mijn directeur die heeft op een gegeven moment toch gemeend om anderen erbij te halen. En daar is het de plantage geworden. Vandaar Janus van Binsbergen. Janus. Ja. Jij ging mee in dit denkproces. Ja, dat was al een stukje op gang gebracht. En ik zag de naam van Johan André, die ik inmiddels ook kende als muzikant. En Vic ken ik al ontzettend lang. En nog een naam zat erbij, Jan Wolberg. Die kwam op de proppen. En dat leek me een prachtig gezelschap, die vier. En het ging dan over zo'n project voor ouderen en rockmuziek. En ouderen en rockmuziek. Ja. Ik vind dit al heel bijzonder klinken. Ja, rocking ja. Old School, de naam zegt ja. Het al. Maar leg het eens even uit. Nou, die groep van vier die sprak mij in eerste instantie heel erg aan. Want iedereen echt een verleden heeft met workshops in allerlei vormen voor muziek en popmuziek. Het verleden van Tiel en toen nog Rotterdam in de 70 jaren waren dat de eerste steden in Nederland die bezig waren met popworkshops te geven. Ook met auto's door de regio heen en Rotterdam door allerlei buurtcentra. En het grappige is dat nu in Tiel weer iets ontstaat. Je hoort net al, op één andere plek in Nederland gebeurt het ook. En weer in Tiel. Het is wonderlijk dat Tiel daarmee toch steeds helemaal vooraan loopt. Met ja, dit soort ontwikkelingen. Wat gaat er concreet gebeuren? We praten over een school in dit geval. Ja. Het is niet alleen maar een losse flodder in onze gedachten. Er wordt echt gewoon nagedacht over het opzetten van iets wat de komende jaren kan uitgroeien tot een school met alle... dingen die muziek nou eenmaal bij zich heeft. Dat zijn presentaties, optredens en dat soort dingen. Met 50-plussers of niet? 60-plussers. 60-plussers. Maar er zitten nu bij de aanmelding, we hebben inmiddels al 20 aanmeldingen uit Tiel en de regio. Er zitten ook 70-plussers bij. Oh, echt? En dat is geweldig. Maar zijn dit nou echte muzikanten of zijn het mensen die nog in een soort van beginner? Wij hebben ons gericht op twee groepen. Mensen die nog nooit een instrument bespeeld hebben en wellicht vroeger ooit in een band hebben willen spelen, maar nooit aan toegekomen zijn. En mensen die ooit in een band gespeeld hebben en die door omstandigheden voor lange tijd gestopt zijn en nu dat weer op willen pakken. Dus er zijn hele gevorderden? Ja, dat kun je rekenen onder gevorderden. En al die 20 mensen die behoren nu allemaal tot die gevorderden. Oh, nu al? Ja, er zijn mensen die allemaal iets gedaan hebben al. Ja, die al jarenlang een instrument hebben gespeeld, wel of dus niet in een band. Die beheersen dat kunstje? Er zitten waarschijnlijk toch niveauverschillen in, maar er zijn mensen die al... zeg maar, alvaardig zijn met een bepaald instrument. En de muziek die ze gaan spelen? Dat laten we helemaal andere mensen zelf over. Kijk, er zit ook, kijk, ik ben natuurlijk welzijnswerker en ik heb er ook welzijnsdoelen bij. En dat zeker na de zomervakantie, daar gaan we het vervolg gaan geven. Want daar komt het aspect van sociale isolement aan de orde. Hmm. En dit is eigenlijk een uitprobeersel in hoeverre zo'n activiteit, zeg maar, overkomt bij een bepaalde doelgroep, leeftijdsgroep. Hmm. Het idee is natuurlijk prima, hè? Want muziek verbindt. Ja, 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 ja. Waarbij, nou, wij weten uit ervaring wat het betekent als je muziceert, dan krijg je zoveel energie van. Ja, dat is heel bijzonder wat er dan ontstaat. Ja, 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 ja. En jullie zijn al bezig met, met deze groep dus? Nee, nog niet. We zijn nog niet bezig. Wel audities. Ik wil alleen inspringen op waarom ze dat doen. Maar het woord droom is nog niet gevallen, maar veel mensen hebben altijd ervan gedroomd om iets te doen. In muziek of in een band. En vandaar dat wij beginners wel uitdrukkelijk uitnodigen, nog steeds, om hiervoor in te schrijven. Want met onderwijsdoelen is het ook zo, en ook met ouderen. Je kunt altijd ergens aan beginnen. En juist die eerste stappen van 0 tot 1 en van 1 tot 2, die zijn reuze interessant als je dat samen met een groep doet. Ja. Dat zijn ook dingen die wij juist vroeger heel veel hebben gedaan. In die groepen heb je dus echt hele goede begeleiding nodig, juist. Omdat
daar zeker bij ouderen waarschijnlijk hele onverwachte dingen gaan gebeuren. Mogelijkheden en onmogelijkheden, laat ik het zo maar even noemen. En degenen die al wat gevorderder zijn, die zullen meer ideeën hebben over wat ze willen spelen. Dus natuurlijk hebben wij ideeën, maar we gaan heel veel aan de groepen zelf vragen. En ja, maar de groepen mogen dus zelf ook gaan bedenken wat ze willen. Ja. Dat is ook echt de bedoeling. Ja. Van de havenzangers tot de Eagles, ga zo maar door. Het is maar wat ze zelf dus inderdaad doen. Ja. Eigenlijk is het toch al wel begonnen, de audities nog niet, dus dat daadwerkelijk niet, maar wel dat mensen zich kunnen inschrijven. Hoe loopt dat? Ja, zoals ik zei, we hebben er al 20 uit Tiel, de helft uit Tiel, de rest uit de regio. Heb je daar zelf aan moeten trekken of komen die mensen spontaan? Nee, die komen allemaal spontaan. En die zijn er nog mensen welkom ook om hier aan mee te gaan doen? Vrouwelijke muzici, zeg maar, en vooral zangeressen. Want we hebben zoveel gitaristen, bassisten, drummers, er zit een saxofonist bij, een aantal mondharmonica-spelers en een Hammond-speler en een enkele zangeres, maar er zouden eigenlijk veel meer vrouwen. Dus concreet op zoek naar vrouwelijke zangeressen. Sopranen, alten. Ja, alles kan. Ja. Alles. In rockmuziek praat je daar niet over sopranen. Je gaat gewoon zingen en dan kijk je wel wat het wordt en dan past iedereen zich aan. En, waar kunnen mensen zich aanmelden? Waar kunnen ze terecht? Bij mij, bij Mozaïek. Ja. En dat is v.laatumahina@mozaïekwelzijn.nl. v.laatumahina@mozaïekwelzijn.nl. Ja. Of telefonisch bij het centraal kantoor van ons, 03446111566. Oké, en de plantage, participeert hier nog ook in? Of hoeveel moeten mensen naar Mozaïek toe? Niet in dit traject van inschrijven. Nee, voor de duidelijkheid. Dat komt later natuurlijk te pas bij de uitvoeringen en zo. Ja, wanneer gaat dat plaatsvinden? Want dat wil ik wel heel graag gaan zien. Het project is dat we met een algemene startbijeenkomst beginnen op 6 februari is de planning. En dan na een keer of 8 wekelijkse workshops dat we met een eindpresentatie bezig zijn in 22. Nou, dat moet geweldig worden. Voor alles en iedereen, ja. Nou, wij komen zeker kijken, Sari. Hè? Ja, ja. Nou, jullie ontzettend veel plezier en succes met deze groep. En we gaan het zien wat het voor is. Ja, bedankt voor jullie komst. Ja, oké. Okay. Jullie bedankt. En dan is het nu tijd voor de straatpraat. Is er iets in Tiel wat u zou willen veranderen? Nou, daar overvalt u me een beetje mee met deze vraag. Ik zou het leuk vinden als er wat meer winkeltjes in de binnenstad waren. Wat meer, niet allemaal ketens, maar ook andere leuke winkeltjes. Maar ik weet dat dat heel moeilijk is. Ja, hoge huren. In deze stad is dat heel moeilijk, maar dat zou de stad wat meer cachet geven, denk ik. Ja, en dan zou je nog vaker de stad in gaan. Ja, nou dat probeer ik sowieso te doen. Ik probeer sowieso alles wat hier te krijgen is ook hier te halen. Omdat ik zie dat de middenstand het moeilijk heeft. En die kan natuurlijk wel naar Den Bosch of naar Nijmegen of naar Utrecht gaan. Maar ja, als ik het enigszins kan halen hier, dan haal ik het hier. Nou, vind ik een hele goede instelling. Dus, maar dat lukt niet altijd, dat is het probleem. Ik heb natuurlijk 3 kinderen die roepen van ik wil dit of ik wil dat hebben. Ja, bepaalde merken. Ja, en dan loop je hier een beetje vast soms. Dus dat is wel een beetje jammer. Okay, maar voor de rest lukt het best aardig. Oh jawel, ja, en ik vind het ook heel leuk om naar de markt te gaan op zaterdag. Dus hele leuke bloemen en goede kaas en al dat soort dingen. Nee, dat is helemaal goed. En is er iets in Tiel wat u zou willen veranderen? Dat de winkels vol komen. De winkels voller? Ja. Ik vind ook een leegstand van... Hè? Jammer, hè? Ja, ik ben heel geschrokken vanmorgen. Ik ben toevallig nog in de stad geweest, maar... Die leegstand is gewoon verschrikkelijk. Ja, een beetje triest. Het is niet alleen in Tiel, hoor. In andere plaatsen ook veel, maar... Het is wel heel erg. En, ja. Ja, ik vind het niet leuk meer. Ik vind het echt niet leuk meer. Jammer. Is er iets wat u in Tiel zou willen veranderen? Dat zou ik in Tiel willen veranderen. Nou, wat me opvalt is dat de binnenstad leeg loopt met winkels. En alleen maar grote merken terugkomen. Dus ketens. De ketens, exact. Dus ik zou het eigenlijk wel leuk vinden als er wat apartere winkels zouden zijn dan de ketens. Als er iets is wat u zou mogen veranderen in Tiel, wat zou u dan doen? Oh, vervelend. Zoveel om op te noemen. Noem eens wat. Ja, nou ja, goed, het is mijn geintje, maar
Ja. En ik niks. Zo niet weten, indirect zo. U bent eigenlijk een hele tevreden Tielenaar. Ja. Uiteindelijk wel, ja. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Ja, natuurlijk. Dat moet anders. Want de wens is er altijd wat natuurlijk. Maar om nog wat te zeggen van dat klopt niet of dat klopt niet, dat kan ik indirect niet zeggen. Dus ik ben tevreden. Oeh. Dat is mooi, lekker om dat even nadenken. Ja, even nadenken inderdaad. Ik vind het jammer dat er zoveel winkels leeg staan op dit moment. Het zou fijn zijn dat de winkels weer gevuld worden. Dat het wat gezelliger winkelen wordt. Ja, inderdaad. En nu trekken de mensen weg naar Utrecht of Veenendaal. En dat vind ik wel jammer. Als u iets in Tiel zou mogen veranderen, wat zou u dan veranderen? Waar ik in Tiel zou veranderen? Dan mag ik eens even praktiseren. Ik zou het makkelijker openbaarder maken. Want overal loopt het tegen obstakels dan hier in Tiel. De borden en dergelijke? Ja. Paaltjes? Ja. Ruimte maken. Ruimte maken. Voor wellicht mensen die wat minder valide zijn? Ja, en dat ze meer de stad in kunnen. Want het is overal, je kunt overal maar omrijden. Mag ik u een vraag stellen, meneer? Als er iets is wat u in Tiel zou mogen veranderen, wat zou u dan veranderen? Ik zou graag een goede universiteit hier hebben. Goed hoger onderwijs. En een goede jeugdcultuur. Dat de jeugd niet naar de grote steden trekt? Nou, eigenlijk meer in het belang van al die mensen die hier in de omgeving wonen. Dat die ook recht hebben op doorstroming, zal ik maar zeggen. In de eigen omgeving waar ze zelf grootgebracht zijn. Inmiddels is bij ons aangeschoven Alex Akkersdijk. Alex, jij bent met een heel bijzonder project bezig hier bij Van der Valk met StadsTV Tiel samen. Klopt. Ja, hoe heet dat project? Op de hoogte. En wat zijn jullie aan het doen daar? Nou, het is eigenlijk een heel makkelijk verhaal. Het idee wat we eigenlijk al tijden hadden is om een verslag te maken van de nieuwbouw van Van der Valk Hotel hier in Tiel. Zoals je aan de buitenkant kan zien gebeurt er heel veel, maar er gebeuren natuurlijk ook van binnen heel veel zaken, binnen in het bedrijf. Er worden heel veel dingen veranderd. Van der Valk is al natuurlijk al jaren in Tiel een bekende plek. Er is een hoop gebeurd in de loop der jaren. Maar nu komt er eigenlijk een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Van der Valk in Tiel. En dat leek ons een goede aanleiding om wekelijks bij StadsTV Tiel een kort journaal te maken waarbij we eigenlijk een inside look hebben. Een kijkje in de keuken. Maar op alle vlakken. Dus hoe gaat het met de nieuwbouw? Hoe gaat het bijvoorbeeld met het personeelsbeleid? Wat gaat er veranderen? Wat komt erbij? Gaan er dingen weg? Etcetera. Het is talk of the town, ja. Die woontoren. Het verandert ook het skybeeld, zullen we maar zeggen, van Tiel. Ja. Heeft dat mede bepaald om zo'n programma te starten? Nou, aan de ene kant wel, omdat het natuurlijk nogal een ingrijpende verandering is van de horizon van Tiel. Hè. Er wordt al gesproken over een nieuwe landmark in Tiel. Dat wordt dat door. Dat is eigenlijk al zo. Het is het hoogste punt zo'n beetje, denk ik, zo langzamerhand. En dat roept bij heel veel Tielenaar natuurlijk vragen op. Van, wat gaat er nou gebeuren? Komen daar nou hotelkamers in? Er wordt gesproken over een skybar, een casino, et cetera. Nou, wat is er nou leuker als je tijdens de bouw van week tot week kan volgen wat daar gebeurt? Dus met de bouwers, met de mensen die erbij betrokken zijn. Ja, volgens mij kunnen wij een klein voorproefje daarvan laten zien. Daar gaan we nu naar kijken. Het eindresultaat is natuurlijk hetgene waar het om gaat. En dat betekent dat je nu heel veel tijd erin stopt. En in Tiel stoppen we eigenlijk al heel, heel lang heel veel tijd in. Tiel is eigenlijk gewoon een levenswerk. En niet alleen voor mij, voor de bouw, maar ook daar het opstarten. Maar ook voor de volgende generatie die eraan zit te komen. Die moet het gebouw oppakken en verder dragen.
Nou, dat wordt inderdaad hartstikke mooi. Veelbelovend ziet het eruit. Nou, ik denk dat het wel leuk is. En ik denk dat het ook leuk is voor de kijkers om een keer dingen te zien. Hoe ziet de keuken bij Van der Valk eruit? Hoe zit het met het personeelsbeleid? Ja, hoe gaat het dan toe? Hoeveel mensen gaan er straks werken? Hoeveel hotelkamers komen er? Is het nou ook een stukje persoonlijke interesse voor jou? Dat je dat zelf ook wel wil weten? Aan de ene kant ben je altijd nieuwsgierig natuurlijk. Hè? Wat gebeurt er nou in de keuken? Dat is natuurlijk bij, niet alleen bij Van der Valk, maar dat is overal. Je bent altijd wel eens benieuwd in een fabriek van hoe maken ze nou de koekjes bij Verkade? Wat is er nou leuk om dat te kunnen laten zien? Ja. Nou, en dit is natuurlijk een mooie aanleiding tijdens de bouw om dat een keertje aan te pakken. En de mogelijkheden waren er. De interesse was er ook vanuit Van der Valk. Dus hebben we gezegd van nou, we maken een project samen met StadsTV Tiel. En we gaan daar gewoon een wekelijks journaal van maken. Is er al iets gebeurd waarvan je denkt, jeetje, dat had ik helemaal niet verwacht. Of goh, wat bijzonder is dit? Nou, er zijn wel een paar dingetjes, maar ik ga natuurlijk niet te veel verklappen, want iedereen moet gewoon lekker kijken en gewoon maar eens even kijken van wat daar nou precies gebeurt. Maar wat mij vooral is opgevallen is dat het aantal hotelkamers wat er komt, dat er veel meer dan een hotel komt, dat er een hele hoop extra's aan vastzitten. Kun je er iets over vertellen? Nou, ik weet niet, misschien is het een beetje voor mijn beurt praten als ik dat moet doen. En misschien is het beter dat een van de Van der Valken die het hotel gaat runnen dat zelf gaat doen. Een tipje van de sluier? Een klein beetje. Tipje van de sluier. Nou, het heeft een thema, hè? Het krijgt een thema. Los daarvan komen er niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar vijf restaurants in. Er komt een skybar op de bovenste verdieping met een waanzinnig uitzicht. Waar je kan Utrecht worden. Zien, je kan Nijmegen zien liggen. Je kijkt de hele Betuwe over, het beeld schoon. Ja, dat is fantastisch. Iets unieks trouwens ook binnen het Van der Valk Concern, zo'n skybar. 220 kamers komen erbij, unieke suites. Maar buiten dat, niet alleen een hotel lekker eten en recreëren, maar gezondheid staat centraal. Gezond zijn, ook, gezond ja, blijven. Dat is een thema wat heel belangrijk is bij dit Van der Valk. Het verantwoord ondernemen. Het verantwoord ondernemen in de zin van naar de werknemers toe, maar ook naar de hotelgasten toe. Ze hebben een green key, dat is nu een zilveren green key. Dat heeft ermee te maken dat er op een bepaalde manier wordt ondernomen, zeg maar, in het hotel. Op een bepaalde manier worden dingen bewerkstelligd. Men gaat nu voor de golden green key. Dat is heel raar trouwens, een gouden groene sleutel, maar goed. Maar men wil alles de lat nog hoger leggen. Men wil ook van 3 naar 4 sterren en uiteindelijk naar 5 sterren toe. Dus de ambities zijn er dus. De ambities zijn er. En ik denk ook dat ze het gaan waarmaken. Ja, en dat in Tiel, hè? Ja, het is een heel mooi project. Want het wordt echt een voorbeeld voor andere Van der Valkzaken ook. En het geeft een goed beeld van waar Van der Valk naartoe wil met zijn bedrijven. Ja. Jouw persoonlijke rol, hoe is dat tot stand gekomen? In deze productie bedoel je? Ja, heel simpel. Het grappige van Srini en ik kennen elkaar al wat jaren. En mijn werk in Hilversum bij de televisie heeft ertoe geleid. En uiteraard ook Srini's werk bij de Stadstelevisie. Dat wij weer een keer met elkaar in contact kwamen. En toen kwam eigenlijk het idee. En de Van der Valken zijn voor mij goede bekenden. En ja, 1 en 1 is 2. Hè? Dan ga je gauw rond de tafel zitten en denk van ja, dat is een mooi project. Daar kunnen we iets mee doen. Dus we gaan de expertise die we hebben op het gebied van televisie inzetten. De krachten bundelen. En... Van der Valk heeft gezegd van nou, kom maar binnen. Ze hebben alle deuren opengegooid. Wil je in de keuken filmen? Wil je zien hoe het gebouwd wordt? Wil je zien waar het casino komt? Ja, in die zin ook zeer bijzonder, want dat gebeurt natuurlijk ook niet zomaar. Niemand komt de bouwplaats op. Ja, dus behalve de tv-ploeg. Je krijgt een heel bijzondere kijkje. En je krijgt het stap voor stap. Ja. Dus stapje voor stapje zie je, oké, nu deze week dat. Nu gaan we dat doen. En hoe vaak gaat dit journaal terugkomen? Nou, de bedoeling is om het 1 keer in de week te doen. Iedere week in ieder geval een nieuwe update. Ik weet nog niet precies hoe lang het gaat worden. Ergens tussen de 5 en 10 minuten, denk ik, Rini. Het zal ongeveer zoiets zijn. En de bedoeling is dat we voorlopig voldoende materiaal hebben om in ieder geval tot met de zomer uitzendingen te maken. De opening van het hotel is nog niet helemaal bekend. Men hoopt in het najaar open te kunnen gaan. De exacte datum weten we nog niet. Maar zeker tot aan de opening hebben we voldoende materiaal om in ieder geval uitzendingen te kunnen maken. Nou, ik vond het zelf wel grappig, want inderdaad, als je die gesprekken hebt, hè, en dat was in dit geval met Gertjan en Elfie, van nou, hoeveel gaan we er maken? 13 of 26 of 52. Mm-hmm. Toen zei Gert-Jan van der Valk van nou, wat dacht je van permanent? Nou, geeft ook wel een beetje aan hoe de man erin zit. Precies, want je kan natuurlijk vervolgens gaan kijken, dadelijk gaat het open en hebben we de grote opening gehad. Maar ja, je hebt natuurlijk in het hele traject naar die eerste aflevering, of naar de opening, heb je in al die afleveringen heb je kennis kunnen maken met allerlei mensen achter de schermen. Hoe leuk is het om die mensen te kunnen volgen als ze dadelijk echt aan het werk zijn? En welke problemen komen ervoor? Ja, wat teleurstellingen en leuke dingen. Hoe gaan ze om met een bus met 80 bejaarde Duitsers die in één keer allemaal schnitzel willen hebben? Hoe gaan ze dat oplossen? Wat gebeurt er met de grote feesten en partijen in de zalen? Erg leuk om dat te gaan volgen. Ja, en de kijkers van StadsTV Tiel die worden dus gewoon helemaal op de hoogte gehouden straks. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja, dat is vrij uniek, ja. Ja. Leuk. Nou, we zijn nieuwsgierig. Kunnen we goed zeggen. Veel succes. Dankjewel.
Dan nu in Tiel aan tafel, tijd voor het bloemetje van de week. Zaterdag 14 februari is het zover. Dan opent het Toon Hermanshuis zijn deuren. De officiële opening zal plaatsvinden met de zoon van Toon Hermans, Maurice Hermans, en de burgemeester Hans Beenakker. Nou, de initiator van het Toon Hermanshuis in Tiel is Pieter Bruin, oud orthopeed van het ziekenhuis Rivierenland. Nou, die wordt door alle betrokkenen ontzettend gewaardeerd en die gaan we nu verrassen met een bloemetje. Door weer en wind. Goedemiddag. Wij komen u overvallen met een bloemetje. Op het aardig. Ja, en dat is namens alle betrokkenen van het Toon Hermanshuis. Dat is voor u aangevraagd. Wat ontzettend aardig. Wat ontzettend aardig, hè? Ja. U wordt erg gewaardeerd. En dan wil ik toch graag persoonlijk even weten hoe het komt dat u dit hier in Tiel heeft binnengehaald, het Toon Hermanshuis. Nou, dat is heel eenvoudig. Ik heb in 2003 zelf een hele vervelende darmtumor gehad. En dat ging niet zonder slag of stoot. Daar ben ik van genezen verklaard. En toen liep ik afgelopen januari, vorig jaar, door Maastricht. En daar zag ik het Toon Hermanshuis. En toen dacht ik, goh, dat had voor mij iets moeten zijn. Want dan was ik nooit zo depressief geweest en zo ellendig. Maar ik had die periode had ik geen tijd, want ik was druk bezig met de studie Russisch. En in juni heb ik de geest gekregen. En toen heb ik een script geschreven. En toen had ik het eigenlijk zo voor elkaar. Ja. En 7 maanden later wordt het geopend. Ja. 14 februari is het zover. Ja, precies. En ik had dus natuurlijk het voordeel dat ik medicus was. En ik kon overal zo naar binnen lopen. En ja, dat ging allemaal zonder problemen. En het was geweldig gewoon wat iedereen deed. En ik heb eigenlijk niemand gehad die nee zei. Hè? Mooi is dat, hè? Ja. En ik had binnen 3 maanden had ik 80 mensen voor me werken. Allemaal vrijwilligers. Allemaal net zo bereid om die schouders eronder te zetten. Allemaal de geest, ja. Of dat nou door mijn enthousiasme kwam of door wat dan ook. Dat zal zeker meegespeeld hebben. Maar kanker in de regio. En het is een regionaal project, hè? Dus vandaar dat het dat iedereen dat aantrekt natuurlijk. Ja. Het is niet iets heel ver weg, maar het is hier om de deur. Ja, is ook zo. Goed, nou ja. Het initiatief wordt ontzettend gewaardeerd, dus namens al die betrokkenen. En ja, natuurlijk ontzettend veel succes met alles wat daar gaat gebeuren. Ik hoop dat jullie komen en de cameraman ook. Nou Sari, dit was weer een hele leuke aflevering van Tiel aan tafel, al zeg ik er zelf. Ja, wat een leuke, enthousiaste mensen. Vic Latomahina samen met Janus van Binsbergen met dat Rocking Old School project. Dat is ook wat voor jou in de toekomst, hè? Nou ja, dat lijkt me wel wat, ja. Welk instrument ga jij dan bespelen? Daar moet ik nog even over nadenken. Ik ben in ieder geval beginner. De neusfluit. Gaat jou lukken? Lijkt me heel leuk, ja. Verder was er natuurlijk aandacht voor het bloemetje van de week en de straatpraat. Ja, en Alex die natuurlijk alles over het Van der Valk project. Het enorme gebouw wat nu gebouwd wordt. Waar we alles van ze kunnen zien straks als kijkers van Stadstv Tiel. Leuk! Tot zover deze aflevering van Tiel aan tafel, zoals gezegd. Graag tot volgende week.